Ja, gaaf. Dat was een volle zaal en een spectaculaire manier waarop onze partijleider Lilian Marijnissen ons toesprak. Niet zomaar als in persoon, maar als hologram. Volgens mij nog nooit eerder vertoond in de politiek. En ja, ik denk ja, super tof. Ja. Hoe werd het ontvangen dat zij daar zeg maar, als hologram te zien was in de zaal hier in Breda? Nou, volgens mij was iedereen wel enthousiast erover. Ik had het zelf ook nog niet eerder meegemaakt, zoiets. En ik denk dat dat voor meer mensen gold die in de zaal stonden. Dus ja, ik denk dat zij het ook wel als positief ervaren hebben. Ik hoorde ook het applaudisseren, het gejoel dat mensen het wel gaaf vonden. In welke andere steden was ze ook te zien? Ook in Haarlem, in Nijmegen en in Zwolle. Ja, toch wel bijzonder, denk ik, om dat op deze manier te doen. Elke keer kan ze natuurlijk ja, aan een groter publiek, zeg maar, op deze manier haar boodschap kwijt. Ja, precies. En ja, daarom ben ik ook echt verspreid door het land. Dus voor elke actievoerder eigenlijk van SP was er de gelegenheid om naar een plek toe te komen en Lilian op deze wijze te zien. Ja. Wat innovatief. Zeker, zeker. Zo zijn wij. Is dat zo? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Kijk, je zoekt altijd een nieuwe manier om mensen te bereiken. Dat is zeker voor een partij als de SP belangrijk om veel mensen te bereiken. Soms doen we dat traditioneel, deur aan deur, huis voor huis, buurt voor buurt. Maar soms ook met dit soort middelen, zodat je in één klap veel mensen kan bereiken. Dus het hoort er allemaal bij. Ja, ik hoop dat de technologie nog een beetje doorzet, hè, dat Jan Marijn straks bij iedereen aan kan bellen, virtueel. Ja, nou, ik weet niet of daar iedereen blij van wordt, maar kan je de virtuele hond op afsturen? Nee. Maar ja, dat kan, maar ik denk dat het belangrijkste blijft natuurlijk ook wel gewoon het menselijke contact. En dat wij gewoon in de wijken zijn en mensen weten het ook te waarderen. Die zien ons niet alleen maar met verkiezingstijd, die zien ons ook in de hele periode. En mensen weten dat vooral dat één-op-één verhaal, dat mensen ook hun verhaal aanhoren. En niet alleen aanhoren, maar ook echt iets mee doen. Dat weten mensen wel heel erg te waarderen in de SP en daar zullen we altijd mee door blijven gaan. Via dat hologram maak je het toch allemaal net iets persoonlijker, denk ik, hè? Ja, zeker inderdaad. Je kan natuurlijk vanaf een scherm is toch plat. En nu, wij spreken alsof ze erbij is. En alsof ze erbij is inderdaad. Dus heel persoonlijk. Ja. Jullie vaker van dit soort technische foefjes uithalen? Ik weet het niet. Ik denk, ik ben uiteindelijk niet degene die het allemaal bedacht heeft. Maar ik denk wel dat wij altijd blijven innoveren. Dus ook volgende keer bedenken we weer iets anders leuks. En nog even, want we staan hier toch. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. In maart, wat is het speerpunt? En een kort houden hè, van de SP. Nou, in Breda gaat volgens mij de vraag waar het om draait, is wie is de baas in Breda? En zijn dat nou graaiende zorgbestuurders of zijn dat de handen aan het bed? En zijn dat de corporatiedirecteuren of zijn dat de huurders? En gaan ze maar door, weet je. Dus ik denk dat dat de centrale vraag is. En dat hangt ook heel erg samen met die sleepwet. En het referendum wat mogelijk afgeschaft wordt. Dus ik denk, als het aan de SP ligt, dan zijn de mensen de baas. De buurt is de basis en we doen het samen met de mensen. En dat is denk ik de centrale vraag.